Mijn grootste misser is toch in de privé-sfeer... Ja, ik, ik had behoefte aan meer impulsen dan mijn vrouw. Mijn dochter en ik um, lagen, hadden een soort haatliefderelatie. relatie Die voelde zich um, verbonden met de dingen die ik haar moeder had aangedaan. Ja. En dat verweet ze me. Deze man maakt millies en hij wil een vrouw met geld. Omdat dan het dus niet zo is dat zij bij mij is omdat ik haar een financieel leuk leven kan geven. Kijk, liefde ik... is toch niet elkaar beperken. Want die beperking komt voort uit angst. Oh, Klopt. ik raak iemand kwijt. Dus maar het omgedraaide is het geval. Je raakt iemand kwijt als je iemand beperkt. Only in the darkness did I find my light. Engage my lower and my higher while I'm in between. The fight of wrong and right. Role playing in the parade of nature while stripping layers of my many faces. Tricks of ego trips. Journeys to nowhere. Now, here we are in the same world that takes and gives, where everybody dies, but not everybody lives. Yes, trauma and stress, but also our greatest powers lie suppressed in feared shadows, just craving to be expressed. Welkom, Lievejij. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag zit naast mij een hele oude vriend, Roland Kaan. Super leuk om jou hier in deze setting te mogen ontvangen vandaag. Helemaal leuk. We hebben elkaar jaren geleden ontmoet. En voor de mensen die Roland nog niet kennen. vroeger had jij een jongensdroom. Toen wilde jij een winkelketen opzetten. Dus de meeste mensen zullen je misschien kennen van Coolcat of MS Mode. Je hebt heel veel dingen gedaan. American Today, maar ook Hema en VD wilde je doorstarten. VD is gelukt. Goed, je hebt heel veel gedaan. Je zit ook in een vastgoed. Maar vandaag gaan we het vooral over de menselijke kant hebben. Um, ik, vond onze, of ik vind onze gesprekken over spiritualiteit, familie, altijd heel inspirerend en belangrijk. Dus vanavond gaat het over familie, samenwerken met familie, geld en vrouwen. Het wordt steeds leuker. Oeh, welke vind je het leukst precies? Nou, het allerleukste vind ik gewoon menselijk contact. En helemaal bovenaan is natuurlijk de familie. Je kindjes, je vrouw. Helaas ook mijn ouders niet meer. Mijn neven. En nu natuurlijk meer onze nieuwe baby, die haast zes maanden oud is. Ja. Dus Kerstverse vader? Kerstverse papa. Dus dat is uh, tweede leg. En dat, is, dat komt dus helemaal bovenaan. Ja, en ik ik hou van het fenomeen vrouw ik vind uh, vrouw is de meest boeiende schepping die er bestaat Daar kunnen mannen niet bij in de schaduw staan en uh, vrouwen zijn oneindig creatiever oneindig gevoeliger oneindig mooier oneindig seksier ja dat is gewoon een vrouwengek ik, ik hoor gewoon een vrouwengek nee, kom nee, maar ik, door kom maar het, door het is, het is uh, juist helemaal niet gek het is uh, het zou gek zijn als je anders denkt, tenzij je natuurlijk niet gefocust bent op vrouwen. Ik kan me, A, kan me voorstellen dat de gemiddelde homoseksueel zo over mannen praat. Maar ja, ik vind vrouwen fascinerend. Want um, ja, er zit een diepgang in een vrouw die de meeste mannen niet halen. Het is veel oneindiger verder ontwikkeld. En het is natuurlijk ook de bron van de schepping. Mm -hmm. Zonder, ze, ze zijn nu aan het proberen de vrouw te vervangen in het scheppingsproces. Maar ja, dat is een dat is, lijkt me een uiterst moeilijke opgave. Ja. Dus, uh, Roland, we gingen meteen naar de vrouwen. Maar ik wil natuurlijk eerst wat meer horen over jou. Ik zou mezelf omschrijven als een creator. Uit het niets creëer ik iets. Uh, ik creëer fantasieën, ik creëer ideeën. If you can dream it, then you can do it. Mm -hmm. Vanuit die fantasie creëer je realiteit. Uh, ik geloof ook dat je met realiteit van A naar W komt. Met, met fantasie overal. Ja. Dus ik ben voornamelijk een creator. Je hebt heel veel dingen gecreëerd. Je hebt ook een boek onlangs uitgebracht. Ja. Uit dat boek blijkt dus dat... jouw liefdes, de vrouwen in je leven... best wel veel invloed hebben gehad op jouw werk. De eerste echt zeer serieuze relatie... waar ik uiteindelijk de moeder werd van mijn kinderen... De eerste leg, want in je eerste huwelijk ja? had je drie kinderen. Drie kinderen. En dit is je tweede leg. Maar tussen die ontmoette ik toen ik um, 21 was. Ja. Ja, die heeft aan de basis gestaan van ons succes. We hebben het examen gedaan. Waar ik um, een hele creatieve ondernemer was, was zij, had zij juist enorm veel smaak. Ze was uh, cosmetica-specialist in die tijd. We, we praten over. Uh, Begin 70, ja, 73. Ik ben mijn eerste winkel in 76 begonnen. En toen heeft zij mij geholpen met de inkoop. Met uh, nadenken wat je wel en niet moest doen. En, uh, en ik was heel goed in het financiële. En het, ik was ook heel goed in te zien. Hé, hey, dit wordt een hit. Dan moet ik heel veel van kopen. Maar zij, ja, zij, zij liep altijd voor. Ze was, uh, na een tijdje kwam ik erachter dat als zij. Iets leuk vond dat het meestal zes maanden tot een jaar duurde voordat de grote dat groep dat het mensen het leuk vonden. Zo'n ja. uh, dus, voorloper. Dus, ja, mijn eerste vrouw heb ik heel veel aan te danken. Ja. En natuurlijk ook drie prachtige kinderen. Dus ja, ik wil zeggen, eigenlijk heb ik aan de meeste vrouwen meer positiefs overgehouden dan negatiefs. Alleen omdat ik ja, zo op kan gaan in een vrouw, heeft het wel eens. Maar dat ligt dan niet aan die vrouw, dat ligt, ligt aan mij. Aan jou, ja. Ja? Dan heeft dat het effect dat ik uh, ja, afgeleid raak en andere dingen dus minder belangrijk vind. Omdat je zo'n succesvolle ondernemer bent, of bent geweest, wat doe je eigenlijk? Wat doe je nu? Ik ben nu concilieree. Uh, concilieree, wat betekent dat? Consilier is het Italiaans ja. woord voor adviseur. Iedere goede maffiafamilie heb je een consilier. Oké. Okay. <laughs> Zijn wij geen maffiafamilie? De beroemde Godfather film, de eerste deel 1, daar wordt Michael Corleone de Godfather. Ja. En zijn oude vader, die wordt zijn conciliëring. Nou, dus toen ik tweeënhalf jaar geleden de zaak overtoe aan mijn twee zoons, toen zei ik, nou weet je wat, ik wil geen officiële functie. Weet je, kijk, jullie moeten het nu gaan doen. En ja. jullie moeten ook beslissingen nemen. Dus als je dan nog officieel in, die, in dat bedrijf blijft, ja, dan loop je het risico dat je, je toch weer ja, de macht grijpt. Of ja. de, of, en Dat moet dus niet gebeuren. Nee. Dus ik ben nu ik adviseer en mijn kinderen kunnen er wat mee doen, of niet. En daar gaan ze heel respectvol mee om. Dus dat is heel leuk. Hoe gaat het je af? Ja, steeds beter. Want ik kan me ook wel al voorstellen, als je al die jaren hebt geïnvesteerd en al je. en je, je bedrijven, je baby's zijn groot geworden en je moet dat nu gaan overdragen, dat het ook best wel lastig kan zijn om controle los te laten. Ja, het zijn allemaal weer. Leerprocessen, je het helpt, het helpt, het helpt jezelf er ook weer mee groeien, want je creëert ook weer een stuk vrijheid. Klopt. Ik ben nu, nu dus een nieuwe carrière begonnen als de Consoliering. Het begon met het boek. Het boek heb ik geschreven omdat ik. Uh, um, we, we gingen het IVF-project in uh, met mijn tweede vrouw. Want uh, um, dat was voor allerlei redenen de enige manier om een uh, mooi kindje op de wereld te zetten. En dat deden we ook in Amerika, want hier in Nederland heb je, ondanks dat hier heel veel fantastisch geregeld is, ook heel veel beperkingen. Ja. Dus een man van mijn leeftijd en zij had uh, eiertjes tekort. En, uh, dus dat was allemaal gedoe. Ja. Nou, en het was ook niet zo dat je op mijn leeftijd nog even op een wachtlijst wil komen. Voor de duidelijkheid, jij was toen 68. Ja. En uh, jouw partner? Mijn partner was uh, 33. 33? Ja. Uh, ja, de baby is 1 oktober geboren vorig jaar. Toen was mijn partner 34 en ik was uh, 69. En je hebt een meisje gekregen. We hebben een meisje gekregen. Of, sorry, ik was net 70 geworden. Een meisje gekregen, maar ja, maakt wat zin in de age. Maar ja, uh, Jayla, Jayla Eveline Kaan. Heel alert, heel creatief. Uh, en ja, heeft uh, gekozen om uh, een lachend kind te zijn. En ik heb nu wel heel veel tijd. Voor om met het kind bezig te zijn. En ja. dat is erg leuk. Ja. En daardoor ben je natuurlijk toch dichter bij alle kleine details. Maar ik ben toen dat boek gaan schrijven in dat proces, van ik dacht van ja, mijn streven is om honderd te worden en ik heb kanker overvonden, dus ik ben en, en ik ben natuurlijk al een goed en op weg. Het leek me toch fantastisch om een ja, documentje achter te laten, ook helemaal met de hand geschreven. Uh, het originele document. Ja, alles met de hand geschreven, ja, de hand geschreven. serieus. Ja. Nou, okay. Ik heb iedere dag toen tijdens het we zijn drie maanden in de meer geweest voor dat IVF-project. Ja. En toen heb ik iedere dag twee tot vier uur geschreven. Heel consequent, weet je, heel gedisciplineerd. Die altijd inspiratie en toch gaan zitten. Ja. en Als ik weinig inspiratie had, schreef ik twee uur. Ik heb ook heel heleboel weggegooid. Maar dat volgens stuurde ik alles met voice message, memos naar mijn editor. En mijn team in een, uh, Nederland, die me geholpen hebben om er een waanzinnig boek van te maken. En, um, Zo kan het natuurlijk ook. Ja. En um, ja, die hebben me allemaal tegen kostprijzen geholpen, want de opbrengst van het boek gaat naar het Antoni van Leeuwen ziekenhuis ja. voor onderzoek naar melanoomkanker. Waar je ook behandeld bent? Waar he? ik ook behandeld word nog steeds, want ik ben nog niet helemaal uitbehandeld. Het gaat nu, ik zit nu in de laatste fase, maar ik ben heel blij mee. Uh, althans, in de laatste fase van het positieve. Hè? Ik ben kankervrij. En ik word nu nog met immuuntherapie een aantal maanden behandeld. Om er zeker van te zijn dat die laatste celletjes ook het loodje leggen. Ja. En dat is ook, uh, dus dat is ook heel fijn. Dus dat boek was eigenlijk een document voor mijn kinderen. En de opbrengst van het boek gaat geheel naar het, het AVL voor kankeronderzoek. En ik vind het ook leuk om een kennis te delen. Ja. Ik geloof dat als je iets kunt, moet je dat zo. Groot mogelijk neerzetten voor iedereen. Als je nu terugkijkt uh, naar je leven, wat zou je dan zeggen wat je grootste missers zijn geweest? Mijn grootste misser is toch in de privé-sfeer dat ik um, ja, te onvolwassen en te um, polygaam was in mijn relatie, hoewel ik daar altijd eerlijk over ben geweest. Ja, ik ik had behoefte aan meer impulsen dan mijn vrouw. Ja, en daar was je open over. Ja, dat wisten we allebei. Was ze daar ook oké okay mee? Kijk, er waren geen swingers, hè? Nee. Dus heel veel mensen zijn uh, tegenwoordig swingers en, uh, en die vinden dat ook heel leuk. Ik, um, swingers is als je als koppel met, met, samen met anderen bent. Ja, en dus, okay. uh, dus, ja, daar ben ik niet zo van. Nee. Ja, of helemaal niet. Maar ik heb wel meer impulsen nodig, ik, um, ik, ja, ook voor mijn creatieve proces. Ja, ik, um, de ultie, ultieme scheppingsdrift is potentie. Het voortplanten is het ultieme scheppingsproces. Ja. Nu heb ik me dus niet massaal voortgeplant, daar niet van. Maar ik, um, wat misging is dat ik daar toch niet respectvol in, in ben geweest. En mijn partner daarin gekwetst heb. Mm -hmm. En dat heeft dan weer geleid tot dat de relatie disrupted is geraakt... ...hebben we wel met allerlei coaches geprobeerd om dat in stand te houden. En, en ik had ook nog die, het idee dat je een goede vader was als je bij je gezin bleef... ...ook al was de relatie met je ex-vrouw ah ja. niet meer goed. Dus Beetje ik heb jarenlang de, heb ik de relatie in stand gehouden. En toen mijn dochter besloot op haar zestiende in Amerika te gaan studeren... de laatste drie jaar van de high school heeft ze in Amerika gedaan. Of toen was ze nog niet eens zestien, was ze vijftien... En toen, toen keken mijn ex en ik elkaar aan, ze zei: laten we goede vriendjes blijven. En zij wilde ook graag mee naar Amerika. Dus toen zijn we uit elkaar gegaan. En ja, dat proces was toch veel pijnlijker dan strikt noodzakelijk. Dus we hebben het, ik heb het haar niet altijd even makkelijk gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dus maar hoe heb, doe je het nu? Nou, we hebben 35 jaar leeftijdsverschil, ja. fysiek. Dus, um, en ik ben ook een heel stuk rustiger geworden op dat vlak. Ja. Dus ja, het ging tussen ons wel heel goed. En eigenlijk de twee maanden zei ze, God, ik helemaal niet van plan om verliefd te worden op, op iemand die zoveel fysiek ouder was. En het klikte ook helemaal. ik zocht een zelfstandige vrouw die um, financieel helemaal zelfstandig was. Ja, 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 dat weet ik nog ja. dat je dat zei toen je nog geef die had. Dat ja. je dat zei ja. ik wil een vrouw met geld. Ik dacht echt ja. van, deze man maakt milieus en hij wil een vrouw met geld. Kijk, als een ik geloof dus niet zozeer in dat ze veel geld nodig had. maar dat ze zelfstandig was. Dat ze haar eigen broek kon ophouden. En waarom is dat belangrijk? Financieel omdat onafhankelijk. Ik, financieel onafhankelijk, omdat dan het dus niet zo is. dat zij bij mij is, omdat ik haar een financieel leuk leven kan geven. Ja. Dus dat was de. Um, in, in mijn. Um, Plaatsing in het universum. dat oh, Achter... okay, ook Ja, heb ik, heb ik dus een lijstje gemaakt. Je hebt gewoon een lijstje gemaakt. Een lijstje met met gemaakt van, van waar moest mijn, soulmate, mijn nieuwe soulmate aan voldoen. Om nou, te beginnen moest het een soulmate zijn. Moest het iemand zijn die op mijn spirituele niveau vibreert. Ja. Dus moest het moest een spiritueel mens zijn. Ten tweede moest het een zelfstandig mens zijn. Ja. Ten derde moest het iemand zijn die met een goed verstand ja, dat hoeft niet per se hoog opgeleid te zijn. Zij bleek juristen te zijn en leider gestudeerd en dus veel beter opgeleid dan ik. Maar daarnaast moest het iemand zijn met een sense of humor. Het moest een vrije geest zijn. Het moest niet iemand zijn die um, geïndoctrineerd was door een religie. He, niks te kwade van religie, maar wat doen religies? Nou, je Indo zegt geïndoctrineerd door religie. Geïndoctrineerd, je kan ook religie, ja. ja. Dus niet geïnspireerd door religie, maar geïndoctrineerd. Maar geïndoctrineerd ja. Ja. Dus, en dan zie je ook weer hoe verschillende mensen aan de haal gaan met iets moois. He? Religie is. heeft op zich een, mooie basis, een hele mooie basis, maar als je ziet wat mensen daarmee doen, he, die maken daar moordmachines van. Ja. Ja? Ik denk dat geen enkele profeet de bedoeling had om andere mensen uit te moorden. Nee, dat is wat mensen ervan maken. Dat is wat mensen ervan maken. Heel triest. Ja. ja. Oké, okay, dus je had een hele lijst gemaakt van: oké, okay, dit is wat ik graag zou willen vinden in een vrouw. Ja. En, die vond en ik, toen vond je dat. En toen vond ik die in Sherriën. En daar ben ik ook op gaan mediteren. Dus iedere dag heb ik dat in het universum geplaatst. Heel lang. Hoe zorg je er nou voor dat die ene misser. die je had in je eerste huwelijk. dat dat niet weer voorkomt? Dat je dat niet weer doet in. Je huidige relatie. Nou, om te beginnen hele duidelijke afspraken met elkaar maken. Ik denk dat een goede relatie is elkaar als behoeftes invullen. Mm -hmm. En en dat bedoel ik de gezonde behoeftes, ja. niet de obsessies, maar de, uh, maar dat je gewoon ja, er iedere dag in staat om het leven van je partner zo leuk mogelijk te maken en dat iedere dag op Absoluut, daar ben ik het mee eens. Maar wat nou als er bepaalde behoeftes zijn die je als partner niet kan vervullen? Want je kan niet alles doen voor de ander of alles ja. geven, toch? Dat Soms ik... heeft iemand een behoefte en ja, ja, kan je daar als partner gewoon, uh, ja, kan je er niet zoveel mee. Wat doe je dan? Nou, dan denk ik dat je allebei als de ruimte hoort te hebben om die behoefte... Als die voor jou belangrijk is, je kan daar twee dingen mee doen. Je kan zeggen, ja, het is niet zo belangrijk. Ja. Dus die behoefte, ja, dat, dat laat ik, los ik op in het niet uitoefenen van die behoefte. Ja, of, dus ik laat het liggen, ja. of? Of je kan hem uh, invullen. Je gaat hem zelf invullen. Ja, maar wel vanuit het respect voor je relatie. Maar het is bij ons niet uh, in vragen. Ja, dat is bij jullie niet, niet het geval. Nee. Althans, okay. nog niet. Maar nog kijk, niet. maar, ik, kan maar ik, zou bijvoorbeeld, ik zou me kunnen voorstellen hè, dat um, ik over 15 jaar uh, op een 85ste um, mijn vrouw fysiek niet meer zou kunnen bevredigen, ik doe me ja. wat. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat zij een minnaar heeft voor dat stukje. Ja. Dat zou ik me kunnen voorstellen. En hoe voel je daar dan bij? Prima. Kijk, maar het is puur theoretisch hè. Kijk, totdat je het echt ervaart. en de emoties. En de emotie erbij voelt. <laughs> ja. dan kan je pas zien. Maar zeg maar, ik zou me kunnen voorstellen. dat de liefde die ik voor mijn vrouw voel. geen beperkende liefde is. Nee. Niet van. Oh, geen voorwaardelijke liefde. Een onvoorwaardelijke liefde. Ja, liefde het is, is dus onvoorwaardelijk. Geven en, ja. en dat krijg, krijg je ook. Maar het is niet geven en nemen. Het is geven en ontvangen. Nou, heel mooi gezegd. Dus dan zeg je eigenlijk gewoon van, nou ja, mijn liefde is zo groot en ik wil gewoon dat zij gelukkig is of dat ze ook gewoon aan haar behoeftes uh, voldoet. Dus als ik ergens tekortschiet of het lukt me niet, ik kan niet, of ik wil niet, dan mag ze dat zelf oplossen. Ja, en dat is natuurlijk van twee kanten. Kijk, liefde ik... is toch niet elkaar beperken, want die beperking komt voort uit angst. Oh, Klopt. ik raak iemand kwijt, dus. Maar het... Omgedraaide is het geval. Je raakt iemand kwijt als je iemand beperkt. Je raakt als, iemand ja. niet kwijt als je kijk, je, la, je. kijk, het verschil tussen een vogel die vrij vliegt of een vogel in een kooitje. Wat is een mooiere vogel? Wat is een mooiere vogel die wegvliegt en weer terugkomt? Of een vogel die je in een kooitje houdt? Dat is toch niet uh, hoe het leven bedoeld is. Ja, maar goed, het, het, weet je wat je al zegt? Heel veel ideeën zijn natuurlijk angst, op angst gedreven. Dus wil je op die manier in de relatie kunnen staan, van hè, vlieg je maar je weg en kom maar terug, dan moet je angsten loslaten, onzekerheid loslaten. Ja. Uh, maar ja, het, 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 het voordeel van een langer leven en ook een succesvol leven. Want ik heb natuurlijk op heel veel gebieden succes gehad. En nog, is natuurlijk ook dat je, naarmate je meer zelfvertrouwen krijgt, worden die angsten ook steeds minder belangrijk. En ik heb het natuurlijk in mijn. Spirituele reis geleerd dat je angsten kan omarmen. Ja. Dat die angsten meer een waarschuwingssysteem voor je worden dan een. Kijk, angst die je verlamt, daar kan je niets mee. Nee. Want wat heb je daarmee als je verlamd bent? Dus, dan zit je, of je nou mentaal verlamd bent, of je bent fysiek verlamd. Dat is niet my state of life. Nee, want dan He? heeft angst jou in het bezit. ja En als angst. Een waarschuwing is van: hé, hey, waarom ben ik bang? Wat is hier aan de hand? Dat is angst. Kan je omarmen? zeg ja, dankjewel, angst. Ik uh, ga hier iets moois mee doen. Kun je ze nog een voorbeeld noemen in je leven waarin je dan je angsten hebt moeten leren omarmen voordat je verder komt? Nou ja, meest recent is natuurlijk in 2017 dat ik kanker kreeg. De angst om. Dood te gaan? Ja, de angst om. Nou ja, niet alleen om dood te gaan, maar de angst is ook om. Ja, gebrekkig te zijn. Weet je, mm. ik hou van een gezonde geest en een gezond lijf. Ik sport veel. Ja, vooral jij. Ja, ik, ja. ik vind het uh, ongelooflijk belangrijk om fysiek me lekker te voelen. Weet je, en um, niet uh, kilo's overweet of niet ongezond leven te leiden. Dat ik ook niet. Ik heb af en toe een jointje. Maar dat is natuurlijk, uh, daar zijn ze inmiddels wel achter dat dat helemaal niet verkeerd is. Maar dan geloof ik sowieso dat alles wat je te doet niet goed is op tevreden na, maar dus het, ja, het meest recente was natuurlijk uh, dat ik uh, kanker kreeg en uh, in 2017 en dan probeer je ook te analyseren waar komt dat nou vandaan? En ik denk dat dat voor een heel stuk vandaan kwam van te veel stress. Je moet ja. me even vertellen waar dit over gaat, want ik weet. Niet nou, wat waar er gebeurde over... was dat er stort een gebouw in in Bangladesh. Ja. ja? Uh, in dat gebouw zijn, gingen heel veel mensen dood. Er allemaal, zaten allemaal confectiefabrieken in dat gebouw. Ja. Um, trouwens, niet een confectiefabriek waar wij mee werkten. Okay. Dus daar werkten we niet mee. Niemand ja. in dat gebouw, daar werkten wij mee. Dus dat was geen productie van ons. Maar wat doet politiek nou vaak? Die gebruiken symbolen. Hè? Om, uh, dus niet, ze lossen het niet iets op. Wat het probleem is in dat soort landen is een immense corruptie, mm -hmm. een immense armoede en een heel klein groepje mensen die alles bezitten. En die rijke mensen die bezitten de regering, die bezitten de regels. En dus die gebouwen die worden allemaal gebouwd op een hele onveilige basis, want het maakt ze geen fuck uit of die mensen doodgaan. Nee, en dat is, uh, die mensen zijn ja, een tool. De menselijkheid is compleet zoek in Bangladesh, maar niet alleen in Bangladesh, het is en sowieso zie je het steeds meer dat gevoel voor mens, mens zijn en het gevoel voor andere mensen, empathie, raakt steeds meer op de achtergrond. Um, en, dat, en dat gebeurde daar dus, die fabrieken die in en die mevrouw Ploemen, die was een actievoerster, die werd door schone kleren, uh, ging met schone kleren samenwerken en er moest dus een bouw Verordening komen. Dus met andere woorden, eh, alle fabrieken moesten geïnspecteerd worden, eh, dat de brandtrappen veilig waren en dat er een veilig opgeven. Wat op zich prima is, hè? er is helemaal niks mis bij Alleen is maar een van de hele vele boel problemen. En als je de corruptie niet opruimt, ruim je dit ook niet op, nee. ja? En vervolgens werd, kregen wij dus een brief of we even wilde tekenen. Ja? Dat schone besluiten van eh, dat die bandvoering dat wij moesten dus zorgen dat die fabrieken er veilig uitzagen. Daar ging ze een hele organisatie voor optuigen met inspecteurs en ik weet niet allemaal. En um, je hoort er trouwens nou nooit meer wat over hoor, zoals veel van dat soort hè, dingen. Maar in ieder geval, mevrouw Ploemen, die deed een interview met een grote krant. En in het interview noemden ze drie bedrijven, waaronder CoolCat, die. Hun mensen in Bangladesh slecht behandelden. Nou, ja. hebben wij geen fabriek in Bangladesh, dus dat was al helemaal gelogen. Kunnen wij niet onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden? Wij kopen spullen bij fabrieken en we die inspecteren wij zorgen dat we de juiste fabrieken uitzoeken. Daar werkten we voor met een organisatie die ten naam en faam bekend was, maar dat maakte een politicus niet uit. Die politicus wilde dat mensen. Door drie bedrijven aan te pakken, dachten andere bedrijven: shit, wij moeten niet die shit over ons heen krijgen. Laat maar snel tekenen. Of we het er nou mee eens zijn of niet. Het tekenen is en dan kijken we wel hoe het loopt. Ja. He? Nou, dat is, vind ik, een oneerlijke approach. Dus ik heb die minister voor de rechter gedaagd. Daar heeft ze haar keutel ingetrokken. En met een heel mooie verklaring. Weet je, dat Daarna heeft ze ons bezocht. En, het is allemaal, maar ik kreeg daar zoveel stress van. Dat, en toen kreeg ik een. Echte foute relatie met een echte golddigger. En die heeft mij. En dan, dat het is gek hè, dat wanneer je ook niet lekker in je vel zit, dat je dan ook situaties en mensen aantrekt Absoluut. die ook helemaal niet zo lekker zijn. Ja. Ja. Het, is, het, het trekt ook al allemaal aan. Ja, het moet er dan niet slot. beter op. If you're in the shit, ja. you get more shit. Ja. Maar, maar dan ben je dus ook zo gefocust op die boosheid en op die. En dan krijg je dus nog meer shit. Ja. Ja? Maar dat is ook wel een beperking aan je bewustzijn, hè, dat je daar niet boven kan staan, dat je niet zo zen bent, ja. dat je denkt van, dus dat was wel een les. En ik denk dat ik door al die stress kanker heb gekregen. En en toen ik me eenmaal bewust was dat ik dat kreeg, kon ik dus ook mijn mindset zodanig helpen of anderen dat mijn mindset genezend werd, ja. in plaats van destructief. Destructief. Ja. Bingo. Ja. Wat zijn de grootste veranderingen in mindset? Ik eh, ben me nog meer bewust dat, dat er maar één ding zeker is: dat niks zeker is. Ik ben me opnieuw bewust dat je iedere dag dankbaar moet zijn voor al het mooie wat er van het universum naar je toe komt. Ik ben me ook bewust dat als je in het universum, in plaats van ik ga weer gezond worden en ik ga mijn energie nog meer richten om ook andere mensen helpen, te helpen om gezond te blijven en gezond, weer gezond te worden, en dus er weer iets moois van maken. He? Er gebeurt iets minder moois. Hoe kunnen we daar iets moois van? Ja, hoe kun je dat omzetten? Ja. Ja. Je had het net over jouw zoons die het bedrijf hebben overgenomen. In de tijd dat ik jou leerde kennen, toen had ik geen contact met mijn vader. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, en dat was ook een van de eerste gesprekken die we hadden: het ging over dochter, vader, band. Jouw zoons, die uh, hebben het bedrijf overgenomen, maar destijds, dus in die periode dat ik jou sprak. Had je wat moeilijkheden in de relatie met jouw dochter? Eigenlijk hetzelfde als wat ik had met mijn vader. Mijn dochter heeft dus heel lang in Amerika gezeten. En had dus relatief veel contact met mijn ex-vrouw en wat minder met mij. Ja, dus met haar moeder. Met haar moeder. Ja. En um, ja, en die voelde zich um, verbonden met de dingen die ik haar moeder had aangedaan. Ja. En dat verweet ze me. En ja, dat kan ik er niet kwalijk nemen. Dus, dus we hebben heel lang gewerkt en nog aan die dingen die niet goed gingen. En, um, ja, en uh, zijn gaan opnieuw gaan bouwen aan die vader-dochter relatie. Maar dat is natuurlijk een andere relatie, want het is nu een vader die volwassen is en een dochter die volwassen is. Ja. Ja? Dus we zijn waar, en daar hebben we ook wat hulp bij gehaald. En dat, ja, dat nou, gaat, gaat heel goed. Het staat voorop dat er nooit gebrek aan liefde was van beide kanten. Maar er was naast de liefde, was er ook, ja, waren er ook verwijten en, en, en dingen die, eh, ja, die in haar ogen eh, ik anders of beter had kunnen doen. Ja, dus ja. verwachtingen. Ja, kijk, mensen ja. hebben altijd verwachtingen van elkaar. En, ja, het, en als je veel verwachtingen hebt, dan heb je ook wel veel teleurstellingen. Klopt. Klopt. Ja, het klinkt heel, heel, heel herkenbaar, omdat ik ook realiseerde dat ik na jaren mijn vader niet heb gesproken. Dat ik eigenlijk uh, vooral rondliep met uh, ideeën en emoties die niet per se van mij waren. Het is als kind heel makkelijk, namelijk, dat wanneer je ouders scheiden, dat je ertussen gaat staan. En ja, dat je je partij. bewust of onbewust partij gaat kiezen of je laat beïnvloeden. Maar dat gebeurt voor jouw achtermiddag. Ja, tuurlijk. Weet je, en degene waar je mee bent, ja, dat is. Het is ook niet raar dat kinderen een partij voor je moeder kiezen. Je komt uit die baarmoeder. Mm -hmm. Ja, van die moeder. En dat is natuurlijk een veel dichtere connectie. Het feit dat een kind Joods was, kwam voort uit het feit dat hij uit een Joodse moeder kwam. Ja, want die moeder was zeker. Maar die vader was niet zeker. En, um, want. Ja. Monogamie bestond niet bij de woestijnvolkeren, nee, He? dus één partner één, uh, uh, de, later is, is dat in, in, in de, in de moslimreligie ook vastgelegd dat je meerdere vrouwen mocht hebben. het werd ja. geformaliseerd, maar dat was natuurlijk bij de Hebreeuwse stammen die ook woestijnstammen waren. Ja, van oudsher die, is, ja. is, 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 is polygamie een beetje de norm. Monogamie is echt pas later gekomen, nou, dat is gekomen Vooral vanuit de christelijke cultuur. Um, want de Aziatische volken kennen het niet. Afrikaanse de, volken niet. De Afrikaanse volken kennen het niet. Nee. De Zuid- en, en, en Noord-Amerikaanse uh, uh, natuurstammen kennen het niet. Het is dus uit de christelijke cultuur gekomen om structuur te brengen in de maatschappij. Maar wij zijn geen zwanen. Nee. Het zit niet in de mens als basis om monogaam te zijn. Maar als je mensen maar lang genoeg iets vertelt, gaan ze het wel geloven. En als je dat voor twee mensen goed werkt, is dat top. Ja. ja en, en dat. Dus ik denk ook, hoe meer je kan focussen, hoe, ja, hoe, ja, hoe intenser iets wordt. Ja. He? Dus als je maar met één ding bezig bent, stop je al je energie in dat ene ding. Oké, okay, dus daarom denk je dat de connectie met de moeder. Um, wat wat dieper is, omdat, ze uit, omdat kinderen uit de baarmoeder komen. Nou ja, en omdat het ook in de vroege culturen vaak vaders helemaal niet aanwezig waren. Nee. Uh, heb jij trouwens opgelost? Ik heb het opgelost. Wat cool. Ja. ja. Hebben we het daar nooit meer over gehad? Nou, we hebben het er wel over gehad, maar um, niet intensief. Nee, we hebben niet. Nee. Uh, je hebt, uh, intensief je hebt wel toen ik geen contact had. Ja. Toen hebben we het er heel, heel vaak van. over gehad. En ja, op een gegeven moment zei je wel: je ging weer contact hebben met je vader. Ja. Maar daarna heb ik nooit meer gehoord hoe dat nou. Hoe dat is gegaan. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ik had zeven jaar geen contact met mijn vader. Uh, nadat mijn ouders waren gescheiden. Boos. De zeven boze jaren. Ze waren zeven boze. Als het ging om mijn vader. Allerlei verwachtingen. Hoe je vindt dat een vader of een mens zich zou moeten gedragen. En daarin merkte ik ja, heel veel emoties die ik heb naar mijn vader. Zou ik die ook hebben als ik niet die scheiding van zo dichtbij had meegemaakt? En nou ja, het antwoord was dus eigenlijk nee. Want mijn vader is wel gewoon altijd heel goed voor mij geweest. En ik heb altijd gewoon een hele goede banden met hem gehad. Dus het ging voor mij echt pas mis bij die scheiding. Bijna alsof het mijn scheiding was. En dat had ik echt even moeten realiseren. Van ja, het is, het is niet mijn scheiding, het is niet mijn ruzie. Het is iets tussen mijn ouders. Ik ben het niet overal mee eens. Maar ik kan wel accepteren. En voor wat er is gebeurd, kan ik ook vergeven. Maar dat kostte me zeven hele jaren voordat heel, ik daar kwam. Heel snel gelukt. En het werkt het beste als je accepteert dat iemand nooit zal veranderen. Dochter en ik um, lagen, hadden een soort haatliefde-relatie, ja. zo zou je het kunnen zeggen. Het was enorm veel liefde, maar er was ook veel boosheid. Ja. He, zoals jij um, uh, je vader verweet dat hij. Uh, de scheiding, zo weet mijn dochter, mij ook de scheiding. Ja. En, um, en voor een stuk terecht. En voor een stuk... Um, ja, wat vertekend. En het, het zat het ook voor een stuk bij haar. En ja, toen is dat contact alsmaar beter geworden. En we hebben ook hele leuke dingen gedaan. We hebben samen ayahuasca gedaan. We zijn nice. samen naar Vietnam geweest. En Cabotia. We hebben ook met elkaar die relatie weer opgebouwd. En um, ja, toen ik... Um, Geopereerd werd. De eerste operatie met, met kanker in uh, april uh, 2017. Daar stond ze met een hele grote winnie de poe me op te halen. En, uh, ze heeft ze ook een paar weken bij me gewoond en uh, voor ja. me gezorgd. En inmiddels um, is ze ook betrokken bij de zaak. Um, ze, ze werkt halve dagen. Maakt hij hart niet een sprongetje? Iedere keer als ik uh, mijn kinderen zie, maak mijn hart een sprongetje. Mm. Ja. Dus het feit dat je met. Uh, je dochter um, harmonie hebt. Is natuurlijk veel leuker dan dat je met je dochter. Um, um, ja. Ruzie is een verkeerd woord, maar dat je met je dochter woorden hebt. Ja, dat het hebt. gewoon vrijwing ja, is. Ja, ja, ja. dat er vrijwing is. Maar, kijk, wrijving is ook een vorm van liefde. Weet je, dus ik ben ook gaan inzien. Um, dat wrijving ook een vorm van liefde heeft. En als je het nog één stapje verder brengt, en je weet de wrijving. Van ruzie naar rubbing te maken. En dan zeggen ze een mooie uitdruk in Amerika. rubbing gives shine. Mm. Als je tegen elkaar aandurft te wrijven. dan ga je allebei een beetje glimmen. Ja. Dus wij hebben eigenlijk. die wrijving, die wrevel. Die is wrijving geworden. Die wrijving die helpt dat we allebei meer shinen. Ja. En inmiddels hebben we dus een shining relationship. Nou. Wow. En je ogen beginnen dan ook te ja. schijnen. Ja. <laughs> Mooi. Hoe gaat het samenwerken met kinderen? Ja, dat is met ook... Met familie. Want familie dat is, is samenwerken. Dat is dus ook niet makkelijk. Want kijk, als je um, succesvol bent, heeft dat ook een schaduwzijde. Ja. Ja? Ik ben een, 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 he ik ben een heel dominant mannetje. Ja. Ja, dat um, heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Ja. He? Het is goed om... Om heel krachtig en heel um, duidelijk te zijn. Maar, wat ik al zei, die zonkant heeft een schaduwzijde. Want in, dat, in die kracht ja, kom je ook mensen tegen die daar last van hebben. Toen ik het overdroeg, en ik heb ook twee hele dominante zoons. Wel op een heel andere manier dominant, maar ook hele krachtige persoonlijkheden. Die heel goed weten wat ze willen en die ook heel erg. Goed opgeleid zijn en ook heel erg bewezen hebben dat ze het kunnen. En bewijzen nu iedere dag, zijn echt, echt super trots. Maar wij hebben dus ook iemand erbij gehaald, die ons heeft geholpen met dat proces. Ja, dus echt hulp inschakelen. We echt hulp. In. Ja. Kijk, ik geloof ook dat hulp vragen. is iets heel goeds. Weet je, je hoeft niet alles zelf te kunnen. Nee. En sommige dingen kan je gewoon niet, of nog niet ik geloof sowieso niet in het woord niet. ik geloof in het woord nog niet. en 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 dus we hebben de hulp bij ingeschakeld. en ja dat proces dat gaat uh, heel goed. en wat belangrijkste is dat we allemaal de intentie hebben om het goed te, te doen. en wij doen natuurlijk iets heel moeilijks, want we zijn natuurlijk familie. ja. Hè? we houden van elkaar. ja. maar we werken ook met elkaar. Ja, nee, met ja? collega's. en en ja en en we hebben dus een aantal jaren dat bedrijf met elkaar gerund. nu 2,5 jaar rudder bij een en is mijn taak echt adviserend? En soms fluiten ze me wel eens terug. Weet je, zei ze zegt pap, ga jij nou doen of gaan wij het doen? Of, ja. uh, of uh, weet je. En weet je, uh, weet, ik raak ik ben veel meer. Ik raak dan in de emotie. Hey, ik, ik, eh, ik klink nu wel zo helemaal in control, Pfft. maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee. Dus er zijn wel eens iemand die denkt, oeh, nou, het, als je dat zou opnemen, dan uh, zouden ze zeggen, doe maar gewoon take two. <laughs> take one wasn't that good. Maar daar zijn we dan ook steeds meer toe in staat, let's do take two. Kan ik toch iedere dag van leren. Dus je leert ook heel veel van je kinderen. Ja, als je ervoor open staat. Ja, maar het is toch leren is toch, je kunt nooit leren als je niet open staat. Klopt. Dus al die mensen die zo met al die wijsheid allerlei dingen roepen: van de wereld is zo of de wereld is zo. Ik me, kijk, dat is ook het andere voordeel als je oud wordt. Kan, je, kan jij je niet herinneren dat de hele wereld zich druk maakte over de zure regen? Nee. Nou, de hele wereld zou vergaan, want er was een gat in de ozel. Nou, dat, dat, is dat gat is inmiddels gedicht. En um, grotendeels. En um, er was de zure regen, Daar ging de hele wereld kapot. Weet je, maar dan is er altijd weer een groep mensen die roept dat de hele wereld kapot gaat. Ja, ja, maar dat is ook. Wij, weer, toch? Ik denk dat de mensen het wel kapot kan gaan, met de wereld niet. Nee. Maar het is ook een soort arrogantie. Weet je, mensen die het allemaal weten. Het is maar één ding dat we weten. We weten we niks. niks, niks <laughs> we weten <laughs> <Ja>. helemaal niks. Dat is één ding <laughs> wat zeker is: we weten niks. Ja. Alright, uh, we gaan afsluiten. Um, heb je nog wat laatste woorden? Dat ik je een prachtige vrouw vind. Je hebt een mooi gesprek gevoerd. Dank je wel. Jij ja, ook, bedankt. Ja. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ook leuk om, uh, om jou op deze manier te delen uh, met de achterban. Laat jij ook even weten wat je ervan vond in de comments. Of stuur de video door naar andere mensen. Tot de volgende keer weer.